De regionale verkiezingen zorgen voor een heuse aardverschuiving op de banken van het Vlaams parlement. Om en bij de helft van alle parlementsleden zijn vernieuwd. Vanaf oktober start voor hen het echte werk. Actua TV wacht echter niet zo lang om hen aan u voor te stellen. Nieuwe Leeuwen leidt de nieuwe parlementsleden voor het eerst binnen in de plenaire zaal van het Vlaams parlement. Ik ben pas verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen in de provincie Oost-Vlaanderen. Ik ben al 20 jaar actief in de politiek. Ik ben eigenlijk begonnen in de vredesbeweging en de Noord-Zuidbeweging. Maar de aanleiding om actief te worden binnen de Groene Partij was eigenlijk een actie tegen een weg door een prachtig natuurgebied. Daar ben ik in contact gekomen met mensen van Aggelef. En ik ben dan ook lid geworden. Ondertussen dus meer dan 20 jaar. En ik ben nu fractievoorzitter in de gemeenteraad in Gent. Ik ben er erg trots op dat ik samen met vele anderen Gent heb uitgebouwd tot een groen bastion. We halen daar scores van 12, 13 en soms zelfs meer procent. Dus dit is echt wel een belangrijke stad voor ons. Ik ben voor de rest beroepsmatig momenteel actief als lector in de Artevelde Hogeschool te Gent. Ik geef les in personeel en organisatie. Dit is een zeer boeiende job, wat ik met heel wat jonge mensen in contact kom. Het geeft ook mijn aandacht voor het domein arbeid, tewerkstelling, economie aangescherpt. En ik wil dit ook verder blijven doen. Ten slotte, maar niet het minst belangrijke, ik ben ook vader van 3 kinderen, waar ik probeer heel veel aandacht aan te geven. Dit lukt soms heel moeilijk met mijn politieke activiteiten, maar ik probeer het wel. Laten we even terugkeren naar de dag in de avond van de Vlaamse verkiezingen op 7 juni 2009. Hoe is die verlopen voor u? Ik was om 3 uur in Brussel op het partijhoofdkwartier. We hebben daar de resultaten afgewacht samen. Die waren in eerste instantie niet wat wij ervan verhoopt hadden, maar ik ben nogal een rustige mens. Ik wind mij daar, ik probeer mij daar toch niet in op te winden. Dus naarmate de avond vorderde, werd het beeld duidelijker. Ik ben ondertussen dan teruggekeerd naar Gent, waar dat de militanten zaten van Oost-Vlaanderen. En samen hebben we verder gewacht, tot uiteindelijk bleek dat de uitslag was wat ze was. 2 zetels die we behielden in Oost-Vlaanderen en ruim behielden, met een mooie score in Gent, 13,1%. Wie hebt u als eerste verwittigd toen u wist dat u verkozen was tot Vlaams volksvertegenwoordiger? Ik heb eerst gebeld naar mijn vrouw. Ja, zij was ook opgelucht omdat zij Hans die campagne meegemaakt heeft. Een campagne die echt heel veel gevergd heeft van mij en ook van andere mensen. Ze weet hoe belangrijk dit was voor mij, maar ook voor Groen. En ze was natuurlijk wel opgelucht. Ja. Lag het resultaat binnen uw persoonlijke verwachtingen? Als u het hebt over mijzelf, over de voorkeurstemmen, ja, toch wel. Ik was vrij tevreden met mijn eigen score. Van de partij had ik gehoopt van dat het iets meer mocht zijn. Maar natuurlijk, ik ben ook wel heel tevreden over bijvoorbeeld Gent, hè. 13,1%. In Oost-Vlaanderen scoren wij eigenlijk nog net iets beter dan in de federale verkiezingen. Dus eigenlijk, al bij al, kan ik zeggen dat dit resultaat toch wel toonbaar is. Wat staat u te wachten als Vlaams volksvertegenwoordiger? Beseft u dit al? Goh, ik heb ondertussen 8 jaar ervaring in de Gentse gemeenteraad. Dat is natuurlijk niet hetzelfde, dit is een niveau hoger. Maar in de Gentse gemeenteraad zaten 10 parlementairen en 5 ex-parlementairen. Dat betekent dat het niveau ook wel vrij hoog is. Dus wat mij te wachten staat, nee, ik heb daar nog geen volledig zicht op. Maar in grote lijnen wel toch wel. En ik ben er ook op voorbereid. Politiek is soms een hard en meedogenloos beroep. Kan u hard genoeg zijn om het hier waar te maken? Politiek een harde sector, ja. Het is ook een sector waar ik heel veel leuke momenten heb meegemaakt ondertussen. En waar ik ook veel mensen zeer grootmoedig
heb gezien hoe ze zich engageerden, hoe dat ze recht voluit voor gingen. Dus dat is ook politiek. Politiek is niet alleen hard en meedogenloos. Ik denk dat ik wel wat aan kan, maar ik hoop toch dat ik zelf niet cynisch word en dat ik niet over lijken zou gaan. Ja, dat zit niet echt in mij. Ik wil dat ook niet zijn. Ik wil politiek doen vanuit een grote gedrevenheid, met een groot incasseringsvermogen. Ik wil echt gaan voor de groene bekommernissen. Een groenere economie, het feit dat er heel veel mensen zijn in Vlaanderen, in die rijke regio Vlaanderen, die het moeilijk hebben, die de eindjes moeilijk aan elkaar knopen. Ik wil daar zeer hard voor gaan, maar ik wil dat doen in alle respect voor andere politici. Op wat mogen de kiezers u afrekenen? Ik kan alleen beloven dat ik er voluit zal voor gaan. Ik ga mij zeer zwaar engageren. Ik ga er echt heel veel tijd in steken, heel veel energie in stoppen. Het is natuurlijk zo dat je in politiek niet alles in handen hebt. Het is niet zo eenvoudig om te zeggen van ik ga dit doen, ik ga A doen en dan zal B wel volgen. Zo werkt het nu eenmaal niet. Maar ik ga er wel voluit voor gaan en daar mag men me op beoordelen. Beschrijf uw ambitie in het Vlaams parlement. Wel, ik wil vooral dat de groene bekommernissen erdoor komen. Dat die opgenomen worden, dat die opgepikt worden en dat die omgezet worden in beleid. En dat gaat er dan over van, het is echt zo noodzakelijk dat we de economie vergroenen. Dat we die stap zetten naar een economie die duurzaam is. Niet de korte termijn, het korte termijn denken, maar echt op lange termijn denken. Waarbij dat zowel economie wint als klimaat ook het sociale bent. Dus dit moet er zeker doorkomen. Ik heb al aangegeven, de regio Vlaanderen is rijker geworden in de voorbije 25 jaar, maar ondertussen is het aandeel van mensen die het moeilijk hebben, die arm zijn, groter geworden. Dit is een schande gewoon. Wij moeten daar iets aan doen. Ik wil dat dit opgepikt wordt, dat die regering daar iets aan doet. Dat is de ene, daar gaat politiek over. Hè? Van wij hebben een aantal grote bekommernissen. Wij willen dat die opgepikt worden. We gaan die hard verdedigen. En maken dat de mensen die de meerderheid gaan vormen, die niet kunnen negeren. Op welke dossiers zal u zich toeleggen en waarom? Wij moeten in onze fractie zelf nog een aantal gesprekken voeren om domeinen te verdelen. Maar ik wil duidelijk gaan voor mobiliteit, voor economie, voor de werkstelling. Het zijn thema's die zeer sterk aandoen bij waar ik tot nu toe mee bezig geweest ben. Mobiliteit is het echt nodig dat we een switch maken. Je ziet dat de autosnelwegen vollopen, de files worden allemaal alsmaar langer. Mensen raken steeds moeilijker op hun bestemming. En ondertussen hebben we het probleem van fijnstof, vervuiling. Vlaanderen is bijna het kolenhok van Europa als je kaarten van fijnstof ziet. Wel, wij moeten daar iets aan doen. Via duurzame mobiliteit, meer openbaar vervoer, meer fietsen. Dus ik wil daar echt heel hard voor gaan. Economie en tewerkstelling is het gewoon een kwestie van wij moeten proberen te zoeken naar die groene jobs. En ervoor zorgen dat meer mensen aan de bak komen. De werkloosheid is te hoog, maar er zitten ook momenteel veel te veel mensen in een precair statuut, in een kwetsbaar statuut. Dus ook daar moeten we hard op werken. Hoeveel tijd zal u spenderen aan uw job als Vlaams volksvertegenwoordiger? Het wordt voor mij een voltijdse job. Ik geef nu les. Ik doe dat ook zeer graag. Maar ik ga dit opgeven. Wij hebben binnen de partij duidelijke afspraken rond. Ik ga hier nu voluit voor. Dit is echt mijn job waar ik nu voor ga. Combineren met iets anders lijkt mij moeilijk. Dit is een job waar je echt alles moet geven. Dus ik ga hier voltijds voor. Meer dan voltijds zelfs. Hoe zal u zichzelf evalueren of u goed bezig bent of niet? Dat is een moeilijke vraag. In mijn jaren ervaring in de gemeenteraad in Gent heb ik geleerd dat je moet proberen stap voor stap te gaan. Dat is ook in die 20 jaar dat ik actief ben in de politiek, is dat zo geweest voor mij. Gewoon stap voor stap en kijken of je klaar bent om de volgende stap te zetten. Dus ik ga gewoon proberen, als ik hier toe kom, mee te tellen als parlementslid, mijn dossiers goed te verdedigen. En iedere keer een stap verder gaan, altijd proberen meer te bereiken,
meer van die groene bekommernissen te realiseren. Maar voor de rest is het zeer moeilijk om zelf te evalueren wat hij doet. Ik geloof in ons project, dat is duidelijk. Ik denk dat we een serieuze bekommernissen hebben, dat we daar ook serieuze antwoorden voor hebben. Dat is een voordeel als je daar echt met zo'n project naar hier kan komen. En dan zie ik hoe ik dat kan verdedigen, dan zie ik hoe goed dit lukt. Ja, en dit moet lukken.